Ja, vegetarisch eten ook lekker, toch? Nee, alsjeblieft niet. Dat kan ik echt... Nee, vegetarisch is niet te doen. Nee, dat neppe vlees wat ze maken, dat... Weet je wat de fuck ze erin stoppen, maar dat ga ik niet eten. Nee, ik wil echt stukken rauwe vlees hebben. Wat vindt u van de vleestax die er mogelijk aan gaat komen? Belasting heffen op vlees en vis? Nee, belachelijk. Belachelijk. Waarom is dat belachelijk? Je moet toch zelf weten wat je doet, wat je eet. Gaat niemand wat aan, toch? Ja, men vindt dat we duurzaam moeten gaan worden. Ja, gewoon maar gelul. Laten we eens maar naar de rest van de wereld gaan kijken. Dan weten ze genoeg. Het kabinet is plannen aan het voorbereiden om vlees en vis dan te gaan belasten. Extra dus duurder te maken. En groente en fruit wordt wat goedkoper. Ja. Nou ja, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja? Ja. Ja, het is niet goed voor het milieu allemaal. Nee. Wat ze met de dieren doen? Met bier. Ja, wat ze met de dieren doen bedoel ik. Ook in slachthuizen en dat soort dingen. Ja, ze blijven het toch doen allemaal, hè. Ja? Echt, ja. Is dat niet te steunen? Of op met beleid, zeg maar, te demotiveren? Dat we wat minder vlees en vis gaan eten? Dus het proberen, ja. Ja. Maar volgens u gaan ze wel blijven eten? Ik denk het wel. Ja. Als ze met roken. Ik snap het als het duurder wordt en dat vind ik ook helemaal prima. Maar het hoeft van mij niet, hoor. Maar iedereen vegetarisch eten, dat vind je prima? Nou, een beetje 50-50. Doen wij zelf ook. Dat is onzin, man. Gewoon vlees. Dieren zijn dieren. Dieren zijn er gemaakt om te eten. Nee, toch? Ja, toch. Serieus? Ja, maar je moet juist geld geven aan die mensen die dieren slachten en zo. Om juist het beter te maken dan in plaats van die mensen ons die vlees willen chappen. Ja, laten payen. Ja, maar om ons te laten payen, daarmee krijgen hun doekoe om het beter te laten komen. Dus ik verwacht dat het dan ook weer binnen een jaartje voorbij moet zijn. Ja. En wat vind je dan van vegetarisch eten? Onzin, man. Die krekelburger, broer. Je moet gewoon eten, man. Nee, man. Toe, man. Een krekel is gewoon een dier, toch? Nee. Vegetarisch is groente, fruit, zeg maar. Ja, maar krekel valt onder... Hij zijn toch vegetarische burgers en zo, dat bedoelt hij. Ja. Maar die vegetarische zijn niet te eten. Ja, maar zijn gewoon papping. Ze proeven wel. Noem één reden waarom je dan tegen het eten... Of nee, sorry, voor het eten van vlees en vis moet zijn. En waarom dat goedkoop moet blijven. Dat is gewoon, dat maakt je sterker. Dat maakt gewoon een persoon, toch? Dat is gewoon een basisbehoefte. Vlees en vis belasten. Wat gaan belasten? Is al schandalig belast, wordt het hier in Nederland. 21% en dat komt nu weer bij. Ja, rund en kip wordt 6 euro duurder, geloof ik. En, ja, het gaat toch nergens over. Dus de elite kunnen het nog wel betalen. Want die hebben hypotheekaftrek, die hebben dat en die kunnen dat wel. Maar de gewone bevolking die moet maar aan de geel honger liggen. Dat is toch een raar verhaal. Maar lekker vegetarisch eten, gezond? Nee, dat is niet echt gezond. Nee? Gezien die mensen, hoe ze erbij lopen, die vegetariërs. Zij spierwit, moeten vitamine, mineralen uit potjes eten. Om gezond te blijven. Ja, maar wacht even, ik ben ook vegetarisch, hè? Ja, dat is jouw probleem. Ik ben niet spierwit. Nee, ja, maar waarschijnlijk wel ongezond. Ja? Ja. In welke zin? Omdat wij eigenlijk gewoon alleseters zijn. En dat is onze natuur. Ik heb een paar mensen gesproken op straat die zeggen... ja, we hebben allemaal wel vlees en vis nodig en anders ben je niet gezond. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Hebben we niet goed onderzocht. Nee, dat is echt niet waar. Hoe zit het dan? Je kan uit kaas, uit eieren, uit bonen, uit... Ja, van alles gaat halen. En ook zelf veganisten zijn gezond. Ja. Dat wil het dan niet zijn, maar die zijn echt gezond. Maar als iemand vlees wil eten elke dag, moet hij dat gewoon doen. Het moet niet door de regering beoordeeld worden of het wel of niet goed voor hem is. Net zoals met roken. Ja. Laat iedereen gewoon zijn eigen ding doen. Maar is het niet goed als een overheid wat meer gaat stimuleren tot gezondheid, gezond leven? Nee. De rokers gaan eerder dood, dus dat besparen ze weer op. Echt waar? Zo is dat toch? En de vleeseters dan? Ja, die worden wat dikker misschien. Ja. Ja, maar ja, dat... Maar moet u elke dag vlees hebben bijvoorbeeld? Ja, ik hoef niet elke dag vlees, maar als... Ik zeg het geen probleem mee als er wel elke dag vlees op tafel staat. Ja. En als rund of kip 6 euro duurder wordt per gram, of per kilo, sorry, gaat u nog steeds eten? Ja, als ik te trekken heb, eet ik het. Ja. Maar wie heeft daar baat bij, dat we straks geen vleesvis gaan eten dan? Dat weet ik niet, maar de boeren zijn straks weg, omdat ze het gewoon niet meer kunnen bolwerken. Dat vind ik ook sneu. Maar waar komt de groente en fruit vandaan? Bij de boeren. Oh ja, maar daar moeten we vanaf. Dat is een raar verhaal. Nee, ze willen volgens mij de veeteelt weghalen, maar de gewone landbouw, dat mag nog wel, zeg maar. Oh, dat mag nog wel. En dat is niet schadelijk voor het milieu. Weinig CO2-uitstoot? Giffen om de producten te beschermen tegen insecten, noemen we maar op. Nee, die vlieger gaat al jaren niet meer op. Ik vind het allemaal goed. Nee, dat is echt een onzinverhaal. Maar ik heb zelf kassen, dus wat een onzin. Maar dan de hamvraag. Straks wordt het misschien wel duurder. Blijf jij dan nog wel vlees en vis eten? Absoluut. Ja hoor. Ga ik het zelf vangen.
Hoe bedoel je? Met een haakje en een hengel. Dan haal ik zo een eend uit de sloot. Kost me niks. En bij een boer even zijn land op om een koe te pakken of zo? Als het moet wel, ja. Als het zo er echt op aankomt, ja, tuurlijk. Waarom niet? Want het is gewoon onzin. Moeten we niet allemaal een beetje solidair zijn? Dat hele leed. Moeten wij solidair zijn met de dieren? 10%. Nee, met de dieren. Hoezo? Die beesten die weten niet beter. Nou, ze zijn niet. Niet intelligent. Om te knuffelen. Het zijn geen huisdieren. Ja, vegetarisch eet ook lekker toch? Nee, alsjeblieft niet. Dat kan ik echt. Nee, vegetarisch is niet te doen. Nee, dat neppe vlees wat ze maken, dat. Weet je wat de fuck ze erin stoppen, maar dat ga ik niet eten. Nee, ik moet echt stukken rauwe vlees hebben. Okay. Je hebt een vrouw nodig die kan koken? Ja, precies. Net als je vlees nodig hebt. Oké, dankjewel. Vegetarisch? Ik wel. Hoe bent je vegetarisch? Hoe lang? Ik ben sinds mijn 9e vegetarisch, hoor. 30 jaar. Hebben je ouders je daarop gegeven? Nee, dat wilde ik zelf. Je dacht, nee, fuck vlees. Of je vond het zielig voor de dieren? Nee, mijn vader ging naar een slachterij toe. Naar zo'n kippenslachterij toe. En dat beest liep nog. En 10 minuten later komt hij in stukken gechapt. Komt hij in de plastic zakjes terug. Okay, en toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Dan is het een trauma. Ja, sowieso trauma. Voor je wat bodybuilder zo trainen en dan vlees nodig en zo. Nou, ik ken een hele goede documentaire op Netflix. Het heet Game Changers. Die ken ik ook, maar daar geloof ik geen ene race van. Ja, hoezo? Ja? Waarom geloof je dat niet? Het is wetenschap. Dat is gewoon onzin. Nee, waarom? Dat zijn allemaal van die atleten, die bodybuilden en die kunnen ook bigger worden. Nee, maar die trainen heel erg, die spuiten ook, maar dat is gewoon onzin, man. Je moet gewoon vlees eten, man. Dat zegt mijn moeder en mijn moeder liegt niet. En melk drinken, man. Yusuf. Als melk duurder wordt, wordt het wel echt een groot probleem. Melk, we hebben niet over melk, jongen. Waar hebben we het over? Ben niet uit. Melk komt ook van dieren. Gewoon. Ja, toch? Is goed, ja, man. Toch? Je keek naar onze uitzending over de vleestaks. Vond je het een leuk filmpje? Like het filmpje. Abonneer je op ons kanaal en je ziet ons heel snel weer terug. We'll be right back.